Ik wil het vandaag heel graag hebben over het inslikken van batterijen op kinderleeftijd. Want dat zie ik met regelmaat zie je kinderen die zo'n batterij hebben die klem zit in de slokdarm. En ja, dat is altijd ellende. Dus hoe meer aandacht er komt voor dat probleem, zodat we dat kunnen voorkomen, zodat ik die kinderen niet meer hoef op te vangen als dokter, dat is mijn droom. Dus daar vraag ik aandacht voor. Ik ben Michael. Ik ben Iris. En dit is Juwe. We waren bezig met het opruimen van een kast. Eigenlijk ook met de intentie om kleine spulletjes aan de kant te zetten. Omdat ja, hij was anderhalf op dat moment. En dingen in je mond steken is heel erg normaal in die fase. En eigenlijk hebben we één moment gehad waarbij wij zelf in discussie waren. En Juwe is eventjes uit het zicht. En hij komt eigenlijk onwijs in paniek naar ons toe. Ja. En echt grote ogen, ja. Zwaaiende handen. En hij kwam bij ons aan en begint met overgeven. En we dachten, wisten eigenlijk gelijk, dit klopt niet. Dit klopt van geen kant. Het is 11 dagen geduurd voordat hij opgenomen is in het ziekenhuis. En zelfs toen hebben ze nog afgewacht. En de dag daarna, zeg maar de ochtend, hebben ze een röntgen gemaakt en hebben ze ontdekt. Er zit iets in zijn keel vast. Maar ook toen wisten ze nog niet dat het een batterij was. Ja, spoed door naar het volgende ziekenhuis. Vanaf daar is er een operatie gebeurd, de batterij eruit gehaald. Toen lag hij op de IC en uiteindelijk hier op het Erasmus terechtgekomen als voorbereiding op de hersteloperaties. Toen we hem weer zagen, lag hij op de IC met zo'n sticker ook voor reanimatie. Hij kon niet bewegen, we konden geen contact met hem maken. Ons kind was gewoon weg, als het ware. Nou, dit zijn batterijen die ik er in de loop van de tijd heb uitgehaald. En dat zijn die platte batterijen die ongeveer een stuiver of een euro grootte zijn. En die ook heel vies en gecorrodeerd zijn inmiddels, omdat die daar natuurlijk klem hebben gezeten. Ja, en dit zijn er natuurlijk veel te veel. Want dit zijn allemaal levensbedreigende situaties geweest. En dat komt omdat die batterij, als zo'n kind dat inslikt en het vervolgens in die slokdarm blijft hangen, dan vreet zo'n batterij zich echt door de slokdarm heen. Want er gaat een stroom lopen en er zitten giftige stoffen zoals lithium in die batterij. En die zit dan klem in een vochtig milieu en er komt steeds speeksel langs. Dus die batterij vreet zich echt in no time door die slokdarm heen. Dus wij hebben daar kinderen aan zien overlijden. Ja, ondanks dat het lang duurde voordat er echt een foto werd gemaakt en er werd gevonden dat er een batterij zat, is er echt heel goed gehandeld. En van alle kanten voor ons, maar zeker voor hem. We zijn ermee bezig, inderdaad, hoe zit het psychologisch met hem en inderdaad, hoe gaat het met hem? Hoe zit het verbaal met hem, omdat die stem altijd inderdaad niet doet. Maar tot nu toe hebben we eigenlijk nog steeds gewoon een heel hard schreeuwend kindje. En blij ook dat gewoon kan. Ik vraag er al een poosje aandacht voor, maar we zien helemaal niet dat het afneemt. En dat heeft waarschijnlijk toch ook te maken met het feit dat die batterijen zo in onze natuurlijke omgeving zitten. We hebben allemaal afstandsbedieningen, zaklampen, horloges, waar die batterijen in zitten.